weer terug naar Tarragona. Dus Marcel, als je kijkt, dan kom maar eruit. Zeg, kijk waar ik op ben geklommen. Zo. Dat had ik wel gezegd. Dit is godverdomme van een gat, joh. Vol gas door het dorp hebben. Nou, dat valt mee, hoor. Ik heb die lichtlichting zo. Ja, die lichtlichting is uitzetten mooi. Kijk, hier de Burger King. Brooklyn. Welkom terug, dames en heren, bij alweer deel 3 van de roadtrip met de Scania. Bas en ik zijn alweer lekker onderweg en we rijden alweer door prachtige landschappen heen. We laten Salau ver achter ons, heel wat kilometers trekken we door, om dan eindelijk in Portugal aan te komen. Maar goed, eerst zijn we nog even een tijdje onderweg voordat we er zijn. De auto zo schoon mogelijk houden. Ja, dan gaat hier een beetje mis. Het lijkt wel van even een bouwterrein. Ja, die zie je nog knapper uit. Tja. Dus dan wordt het langzaam rijden. Ja, totdat we genoeg nat wetdek gehad hebben. Zo. Zijn we beland eigenlijk? Spanje. Ja, al een tijdje. Ja, het is alsof we terugreizen in de tijd, want hier in het buitenland staan nog die ouderwetse sigarettenmachines. Ja. Als je er nog eentje tegenkomt. Zo, best gelopen. Bingo. Gracias. Café? Martina, fuera. Sí, ok, gracias. Je hebt buiten neergezet. En wel dat ze de koffievolk niet binnen hebben. Hij is klaar, Ruud. Tadaa. Oh, hou maar recht. Ik heb er ook een lepeltje bij. Nou, schattig, hè? Nou, nee hoor. En sterker. Ja, altijd. Ja. Maar dat zijn de lekkerste die er is. Als je er toch niet bent, dan moet je natuurlijk ook een beetje in de sfeer en de katerijnen meebrengen. Tja, ja. Zo, en heb ik er ook nog gehad. Ja, 1,39. Ik ook, 3 liter. Godverdomme, dat ding dat we bijna net zo groot als een bestelbus. Maar die lamp is wel glas hoor. Dit is begin 2000, eind 90. Dit is die begin 2000 inderdaad, 2001, ja. 2002. 3. En volgens mij die nieuwe types hadden ook al die Angel Eyes voor de eerste keer. Genoeg gepraat over jouw auto's. Tijd om weer plaatstreber in de vrachtwagen. Ja. Vol gas door het dorp hebben. Nou, dat valt mee hoor, ik reed nog maar net 60 minuten. Ja. Dus. Ja, voor hun is dat toch anders hoor, als je zo langs rijdt. Ze staan inmiddels allemaal beneden te kijken zo nog. Ja, die staan, die staan allemaal buiten. Ja, denk ik, dat gaat er gebeuren. Spaanse vlaggetjes. Rally. Helm op. Gecoverd. De Duitsers komen. Die jongens die binnen dat die niet gewend over het. Nee, zeker niet. Trouwens,
in Nederland ook niet zozeer. Vroeger, dat je een open pijper op had, want het is dus ook een stukje oldschool, was wat vaker voorkomend en dan hadden ze zoiets van, joh, laat die jongen maar lekker gaan, die hebben zin in. We zijn in de buurt van de Portugese grens en we rijden ter hoogte van Vila Velha Mesquita. Ja, dat dus. In de vorige twee delen van de roadtrip liet ik jullie af en toe een YouTuber zien. En dat was Leroy. En Leroy heeft dus ook gereageerd onder de video. Superleuk natuurlijk. En het verschil tussen Bas en Leroy is niet zo groot. Ze zijn allebei beroepschauffeur. Alleen de een, zoals Leroy, rijdt liever binnenland. En Bas rijdt liever zo snel mogelijk de grens over. Ik ben heel erg benieuwd welk deel jullie het leukste vonden. Is dat de delen waar je veel gesprekken ziet tussen Bas en mij? Of is dat juist, zoals in deze aflevering, met veel meer de rit zelf van onderweg zijn? Laat je reactie even achter, onder de video. Ik weet het niet, hè, maar... Ik denk ik maak even een leuk shot van de port, maar dat hebben ze dan zo gedraaid. Geen stress, Rukje. De portkezer moet hij ook nog filmen. Ja, dat dus. Ja, onze navigatie die bracht ons vanaf de snelweg door dorpjes heen. In plaatsen waar je echt normaal gesproken niet komt. Maar dat maakte de rit ook natuurlijk vele malen leuker dan alleen maar snelweg. Neem bijvoorbeeld deze situatie. Nog eens een bochtje, hè? Ja, voor als je gewoon over de stoep bent. Tja. Na vele kilometers over de snelweg en door dit soort dorpjes heen te rijden, komen we dan eindelijk bij onze klant in Portugal. We kunnen eindelijk beginnen met lossen en laden. Na lange tijd zitten we in Portugal, jongens. Ja, en we zijn nu op de plek van bestemming. We gaan als het goed is even laden lossen. Zo. Ja, voor elkaar. Ik geloof er weer in. Ja, heel mooi hier hoor. Ja, zeker. Lekker ruim ook. Met die luchtverlichting zo. Ja, die verlichting is uit zeker mooi. Ik zeg, kijk eens wat ik bot ben geklommen. Zo. Dat had ik wel gezegd. Dit is godverdomme even een gat, joh. Het is wel een heel groot gat hoor. Dit volgt de sigaret. Zo, ja, eigenlijk net. Ik wou wel naar voren, maar dan lig ik er ook. Ik denk dat we 12, 13 meter hoog staan. Hè. Het is wel fix. Daar hebben we ook nog eens gereden, hoor. Ja, daar kwamen we langs en toen moesten we 300 bochtjes links en rechts. Ja, die hebben we ook gezien. Nou, als jij nou eerst springt, dan kom ik erna. Ja, ja. Ja, ik wou binnen ook wat opnames maken van het laden lossen, maar dat werd niet op prijs gesteld. Is dit nou toch allemaal weer niet? Ja, dat wordt weer gedaan. Oh. Of sorry, de hoogte was hoger dan het dok. Ja. Dus heb ik een stukje lager gegooid. Want als je hem dan omhoog zet, dan komt die stijger zo hoog. Dan kan ik met laaien last van hebben, maar dan krijgt hij ook zo'n klap naar beneden elke keer. Ja. Dat willen we niet. Dus de kraan zit erop, dus gebruikt hij. Nee, dat gaat niet. Nou ja, dan gaan we een beetje terug naar het Nijkerk verhaal. Ik kwam daar aan met lading. Dat ging op slot. Ja, dan gaan we hier natuurlijk ook weer doen. Ja.
pak ik weer de verkeerde sleutel, Ruud. Is wat, hè? Je doet het toch echt niet voor het eerst? Nee, maar het wordt op een gegeven moment routine, dan wordt het gemak. En dan moet je ook wel letten dat je door het gemak niet nalatig wordt. Zo. Nou, dan weet ik zeker dat wat erin zit, dat ik weet dat er ook echt in zit wat erin zit. Ja. En geen andere spannende dingen, of dat de dingen uitgehaald worden, nog belangrijker. Dat je bij een klant komt en een mister pellet. Dat is niet de bedoeling. Nee. We kennen hem weer veilig op weg, Ruud. Mooi. Vind je dat wat? Gaan we instijgen. Goed plan, man. Even wat eten zoeken. Ja, zeker. Belangrijk. Nou, je hoort het, we hebben natuurlijk een aantal dingen niet erop staan. Dat is omdat sommige klanten ook niet gefilmd willen worden. En dan heeft het ook weinig zin, net als dat we hier eigenlijk binnen ook niet mochten filmen. Maar goed, we hebben nu Portugal gehad, dus we gaan nu terug. Kijk, dit is hier denk ik dan. Dit is hier wel een aardig punt. Dit is een redelijk punt dat je zit nou. Gooi hem eens even in de ronde. Verkeerd hier, maar nou, de ronde. Bijna. Dat is gek hoor. Hé, hey, we hebben nog wel een mooie golf. Dat is er eentje, die is klassiek. Hij heeft wel het oude Nederlandse kenteken, Ruud. Ja, ja. Maar ik zie wel dat het rondje zo goed als gaat lukken. Gooi hem rond. Hoppa. We zijn er, betekent dat. Schrapen nog die containers. Jezus, hij durft. Hij durft wel, hè? Ruimte zat, Ruud. Hij staat er wel mooi bij, Bas. Take away. Ho. Vegetarisch. Je drukt daar wel iets heel gevaarlijks in, hè? Even terug, Ruud. Ik krijg er achterzak in. Personalisering. Oh, dan moet hier wat afzeker. We willen de tomaat weg. We willen de ketchup en de mayonaise, dat moet allemaal weg. Ja. Applaai, lekker gelopen. Het is jouw besteld. Jij gaat het allemaal daarin. Stel dat we nou hier gaan eten en je hebt je drink op. Ik ga bijvullen. Mag je nog een keer terug? Oh, hè? Nou, nog een uurtje. Ruud, zijn we thuis. Ja, bijna. Hey, uurtje. Uurtje. Met nog een paar getallen erachter. Ja. Ja? Ik zat weer het ding van mijn golf in te drukken. Nadat we hadden gegeten, werd het tijd om een plekje op te gaan zoeken waar we konden overnachten. We waren voorlopig nog even onderweg en Bas besloot muziek te gaan draaien. En op dat moment kreeg ik een ingeving. Ja, en helaas, het leuke idee wat ik had, mag ik hier niet tonen. Dus de video werd geblokkeerd. En die staat er goed op. Ja, na het geweldige idee van gisteravond om de muziek te gaan maken en clips op te nemen, ligt Bas nog lekker te slapen. 'S Avonds zie je natuurlijk nooit waar je gestrand bent, maar we staan hier dus bij een pompstation met twee van die verlaten gebouwtjes. Nu Bas ook wakker is, kunnen we gelijk even naar het tankstation om een bak koffie te gaan halen. Eventueel een boodschapje te doen. En je ziet het, hier hebben ze wel lekkere broodjes. Mooi, hè? Ja, dit is toch wel een beetje een van de grootste tankstations die we tegenkwamen. Het ziet er echt heel gaaf uit. Dat scherm hebben we net van achter zitten bekijken. Dat zijn natuurlijk ophouden van gewone schermen. Dat is heel gaaf om te zien. In de pocket. Flap, hè? Hier is flap terug, hè? Ja, de oude wetzekjes. Ik zie niet wat er gebeurt. Nou, leuk hoekje zo. Ja, het leuke van zo'n supermarkt in een pompstation is dat ze echt, maar dan ook echt, van alles hebben. Zelfs van deze gave modelauto's. Ja. Welkom, man. Wat doet dat in de supermarkt? Hier staan ze gewoon. Jackpot. Ja. We beginnen weer. Goedemorgen deze morgen. Bas, waar zitten we eigenlijk? Want je hebt een van de kaarten.
Nou, we zijn richting weer Catalunya aan het rijden. Dus vanaf Portugal weer door het Baskenland naar het Catalunya. En in principe, zoals het nu allemaal doorloopt, rij je eigenlijk een beetje zijdelings langs Pamplona. Komen we van Burgos af, rijden we richting Zaragoza. Zaragoza rij je eigenlijk weer Lleida in. En dan is het weer Tarragona, Barcelona, weer terug omhoog, Frankrijk huis. Dat is het plan. Ik zat een beetje tegen zo'n inkakmomentje aan, dus we hebben net even snel een bakje gehad. Maar we hebben alweer licht. En het ziet er mooi uit, jongens. Moet je kijken. Ja, mooi, jongen. Dat mega uitzicht. Je hebt hier nog die vlaktes, hè? Ja. Hier rij je nog op een snelweg. Dat is gewoon vlakte. Helemaal vlakte. Helemaal vlakte. Met hier en daar een bult, berg. Bult, berg, heuvel. Ja. Ik zag dat het 8:30 was. Hoe laat? 8:30. Oh. De planning was natuurlijk ergens rond 12 op een bestemming te komen, maar dat ging het niet worden. Dat werd iets later. Nou ja, we hebben vannacht natuurlijk. Jij had in één keer een idee van: goh, we gaan met z'n allen dansen in de gek doen. Ja, ja. Dus toen hebben we even gestaan en we hebben nog eventjes. Op een gegeven moment was er heel veel supermarkt open aan en tegen zo vast. We hebben nog even boodschappen gedaan. Ah, ik vond het geen slecht plan trouwens, even boodschappen doen. Ja, je kan het nodig hebben. Ja, dat bedoel ik. Maar aangezien wat we gedaan hebben en waar we vandaan komen, vind ik het allemaal niet zo heel erg slecht eigenlijk. Nee toch? Sta ik er zelfs nog wel een beetje van te kijken. We hebben het goed gedaan. We lopen lekker. Een behoorlijke tocht gemaakt te hebben, is het weer even tijd voor een pauze. We zitten hem even langs de kant, kan Bas mooi even zijn stuurmanskunsten laten zien. En als wij uitgerust zijn, gaan we weer verder. Je ziet veel van die veldjes met dit soort gewassen, daar ben ik altijd benieuwd wat het is. Dit slootje heb ook betere tijden gekend, denk ik. We halen nog even een bakje koffie bij het tankstation en we gaan weer de weg op. Tijd om weer kilometers te maken. Ja, dat geluid, jongens, van die open pijp. Blijft toch mooi. We rijden inmiddels alweer de hoogte van Lyon en het leek ons leuk om jullie even de stad Lyon te laten zien.
we hebben het tempo er lekker in zitten. Het is vandaag oudjaarsdag, dus het is voor ons echt een race tegen de klok. Om te zien of we nog op tijd zijn, redden we het überhaupt voor 12 uur middernacht om thuis te zijn. We zijn in Luxemburg en gooien de tank voor de laatste keer helemaal vol. Eén keer die gang aangeraakt, gelijk zat ik lauwe natuurlijk. Als je kijkt ook hè, hoeveel vrachtwagens je drinken, zou je toch eens zeggen, dat moet eens een keer de oude kosten een keer in die pomp gezet in kunnen worden. Nee, ze laten de pomp lekker ouderwets. Komt-ie jongens, komt-ie. Hier. Nederland. Maar je ziet het. En tot zover hebben we gered. Ga vast in deze spieren. Jezus. Hoe dan? Ja, sirenes doet dus bel alles. Ja. Hoe was die deze spieren? Hij moest er langs. Zo'n apparaatje wil ik ook. We zijn dus net teruggekomen. Het is oud en nieuw, Bas. Ja. We zijn net, ja, een soort van safe bij de bel voor de tijd. Dat is grappig. Bas, ja, de beste wensen. Jij ook. En super bedankt. Alle gezondheid het beste voor 2024. Ook voor je ouders uiteraard. Ja, dat gaat allemaal goed komen. Het was gezellig, het was leuk. Ze vliegen en dweilen met de kraan open, maar we hebben het gehaald ergens. Het laatste stukje was helemaal vliegen. Ja, ja, zeker weten. Hey Bas, hartstikke bedankt. Ja, zeker weten. Ik hoop dat je het leuk vond. En, ja, zeker. Het is weer wat anders, maar we hebben het beste ervan gemaakt. Ja, als het nou allemaal heel goed in hele goede smaak valt, dan moeten we nog een keer terug. Nou ja, wat we al zeiden, we waren nou eens lauw in de kou. Ja. Maar de volgende keer moeten we het natuurlijk een keer doen met zwembroek nu. Ja, zeker. Met mooi weer. Hey, maar we gaan afsluiten, want het regent pijpen stelen. Het vuurwerk begint, het valt allemaal in duigen in het water. Maar dat maakt heel allemaal niet uit. Is het water gevallen. Wij hebben het in ieder geval leuk gehad en we zeker gaan nu snel de mensen weer begroeten. We kijken hoe we ontvangen worden, hè? Dat is een ander dingetje. Ja, ik heb een vermoeden. Het echte vuurwerk komt nog. Mensen, bedankt voor het kijken. Beste. Doei. Hoi.